Maar het zijn belangrijke dingen. Dingen die bij je passen. Weet je wel, investeer daarin. Want dat voelt goed. Dat je eigenlijk, want ik heb al vaak zat ruzie met de dingen. Ken je dat, ruzie met de dingen? Dat de dingen gewoon niet meewerken? Ken je dat niet? Want ik ben geen onhandige jongen, maar ik ben ook geen handige jongen of zo. Ik ben geen klusser bijvoorbeeld. Ken je die klussers? Die zeggen, oh, ik heb alles zelf gedaan in mijn huis. Elektriciteit, alles. Oh ja? Fuck off. Ik haat wie ze zitten hier ook. Dat weet je. Je ruikt ze ook. Daniel Alabastine, daar zit een groepje volgens mij. Bij mij thuis, alles wat er bij mij thuis aan de muur hangt, hangt er om de gaten te verbergen die ik heb gemaakt bij het vorige wat ik aan de muur wilde hangen. Dat is ooit begonnen met een haakje voor een vaatdoek in de keuken. En inmiddels hangen er meer dan 34 schilderijen bij mij. In de keuken alleen. Ken je, gewoon ruzie met de dingen. Heb je ook wel eens als je je neus snuit en je kijkt op en je hebt een touwtje van je hoodie meegesnoten? Oh, kut. Oh, wat is dit? Oh, shit. Oh, wordt het zo'n dag? Ja, dan wordt het zo'n dag. En dan werken de dingen gewoon niet mee. Maar dan ben je bijvoorbeeld aan het stofzuigen, dan vind ik het allerergst. Dan ben je aan het stofzuigen en dan begint het eerst klein met het stofzuigen. Hè? Dan ga je naar de stekker, van de stekker, die draad, van de stekker, van de stopcontact zo, naar de stofzuiger toe. Die trekt in één keer strak tijdens het stofzuigen. Die trekt dan zo langs een stapel tijdschriften die op de grond staan. Vlum, heel de vloer vol met tijdschriften. Vind je dat fijn? Nee, natuurlijk niet. Werk nou eens mee, stomme stofzuiger. En dan ga je bij de plinten, bij de gordijnen. Trek je die stang uit elkaar, even bij de plinten, even stofzuigen. Met al die gordijnen mogen wij ook in die stang. Gaan wij ook lekker in die stang? Nee, natuurlijk niet. Zo, dan ben je toch op met die kutstang. Jezus Christus. Werk toch eens mee. Hè? En die stofzuiger is altijd hetzelfde. Dan heb je die stang en die slang en het autootje. Dat is de stofzuiger, of niet? En dat is altijd hetzelfde moment. Ben je aan het stofzuigen en dan ga je ergens de hoek om. En dan besluit dat autootje als een soort debiele kever op zijn rug te gaan liggen. Van nou, ik weet het ook niet meer. Ik weet ook niet meer wat de bedoeling is, hoor. Ik snap er niks meer van. Jongen, werk toch eens mee, stom klote ding. En dan ga je in de gang, weet je, bij de kapstok staan die schoenen. 2 paar van mij, 17 paar van haar. Denk je dat ik netjes tussen die schoenen ga stofzuigen? Nee, natuurlijk niet. Denk ik, ram die stang in die schoenen. Fuck mijn leven. Alles kapot. En dan komt het allereerste, ben je klaar met stofzuigen. Of niet, ben je klaar? En dan trek je die stekker uit de stopcontact, trek je die stekker eruit. En dan moet heel die draad moet in het autootje, of niet? En er zit ook een knop op. Voor op het autootje. Er zit een knop voor automatisch opwinden. En daar ram je ook op. Met heel je ziel ram je op die knop. Voor automatisch opwinden. Denk je dat hij me in één keer opvreet? Nee, natuurlijk niet. Een knop. Waar is de Annemaria Koekoek? Vreet godverdomme die draad op. Jezus Christus. Ruzie met de dingen. En dan ben je s'avonds aan het koken. He? Ben je aan het koken en dan kook je en dan ben je aan het bakken en dan bak je aardappelschijfjes. Waarom moeten aardappelschijfjes altijd zo in elkaar blijven plakken? He? Er is altijd zo'n groepje dat zei, laten wij lekker bij elkaar blijven. We gaan niet nog steeds te husselen als een debiel. Niks. Die blijven bij elkaar. Wees toch een volwassen schijf. Leef je eigen leven. He? Wees een individu. Word een tweekante bruin. Kom op. Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf en die pakt een heel klein teringschijfje, doet die onder zijn buik en dan blijft hij de hele tijd opleven. Huh? Kun je husselen tot je een tennisarm hebt? Nee hoor, draai niet om. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat hij in één keer zijn buik zien. Helemaal wit, helemaal rauw, fuck you, haha. En die kleine jongen, zwart, verkoold. Waarom? Werk toch eens mee. Er is trouwens een heel makkelijk middel tegen, die aardappelschijfjes. En dat lees je in geen elk kookboek. In geen enkel kookboek lees je dat, maar dat is zo. Wat je moet doen voordat je de aardappelschijfjes in de pan doet, eerst hoog vuur. Zitten aardappelschijfjes nog in de verpakking? Hoog vuur, half boter, half olie in de pan. Lekker heet laten worden in de pan. Dan knip je de verpakking open, doe je de hele inhoud van het zakje aardappelschijfjes meteen in de pan. Meteen ook een beetje husselen, dan zie je meteen waar de plakgroepjes zitten. Doe het vuur nog eens, nog een beetje hoger. Het vuur nog een beetje husselen, valt er al wel wat uit elkaar, maar de hardnekkige kliekjes blijf je zien. Huh? Dan doe je het vuur in één keer naar beneden. Dan pak je een staande lamp uit de woonkamer. Met een ronde marmeren voet met ongeveer dezelfde diameter als de pan. En die ram je tenminste 10 keer vol in de pan. Ram, ram, ram. Dan zet je de lamp terug in de woonkamer. Kijk je in de pan en dan zeg je... Puree is ook lekker. Vieze teringschijfjes. Bon appétit. Ruzie met de dingen. En dan stel je
diezelfde avond na het eten sta je te douchen. Sta ik te douchen, ik stond laatst te douchen, stond ik met een douchegel van Knijp. Stond ik met te douchen. De douchegels van Knijp hebben allemaal een smaakje, hè? En ik stond te douchen met grapefruit passievrucht. Stond ik mij te douchen. Grapefruit passievrucht, ja, man. Ik was alles, was ik van mezelf. Met grapefruit passievrucht, helemaal lijf. Was ik daarmee, alles. Tot in mijn meest intieme spelonken. Was ik me met grapefruit passievrucht. Niet grapefruit, nee, grapefruit passievrucht. Hè? Zodat als er ooit iemand mijn bilwangen uit elkaar trekt, zijn neus naar voren schuift en een flinke teug lucht inademt, hij altijd zal denken, oké, sowieso grapefruit. Maar er is nog iets. En de smaakjes van Knijp, die beloven ook een sensatie. Dus lavendel, ultieme rust of zo, en grapefruit passievrucht. Een vrolijk gevoel. Dat weet ik ook niet geloven, dat staat op de fucking fles. Een vrolijk gevoel, belooft grapefruit passievrucht. Een bon humeur, staat op de fles. Ik denk, nou, dat kan ik wel gebruiken. Huh? Zeker dan niet tering, aardappelschijfjes. Geef mij maar een vrolijk gevoel. En ik knijp in de fles met Knijp. En er komt zo'n drolletje douchegel uit de fles. En ik laat de fles weer los. En hij zuigt het drolletje weer op. Dan merk je dus niet mee. Snap je? Ruzie met de dingen.